De Binocle van Louis Couperus. Het was ongeveer vijf jaar geleden dat een jonge toerist, Indo-Nederlander, journalist, een fijne jongen, enigszins nerveus aangelegd, zeer zachtzinnig, trots en tropisch bloed, in Dresden in de opera desmorgens een biljet nam voor een plaats op de eerste rij van de Vierde Rang om de Valkuren te horen. De vierde rang was destijds de rang waar alle vreemdelingen zaten, die zich niet de luxe van een loge betaalden. Ja, zelfs zij die dit wel konden doen, prefereerden vaak de vierde rang. En dit boven de derde en de tweede, omdat men er zo uitstekend hoorde en zag, zelfs al groef zich de afgrond der wijde zaal tussen die rang en het toneel. Het was een prachtige dag. De parken stonden in goudbladeren dos. Er dreef een liefelijkheid om te leven door de wijde lucht en de jonge toerist in zijn even weemoedige eenzaamheid was gelukkig door de mooie stad te dwalen. Een museum binnen te lopen, ergens te lunchen onder een laube bij het zonnekabbelende water van de Elbe. En er was hem in de blije illusie die avond de Walkure te horen, een opera die hij niet kende, hetgeen hij zich verweet omdat hij met Dwa Wagner dweepte zonder dat hij met iemand dan de kelnerin en de tramconducteur sprak, verliepen de uren. Hij dronk zijn thee en at er wat bij, want daar de opera zeer vroeg begon, wist hij geen tijd tot dineren te hebben. En toen, tevreden en zacht, stil, blijmoedig als zijn aard was, trots nerveuze aanleg en periodieke buien van melancholie, wandelde hij kalm. Hij had de tijd naar het operagebouw. Reeds sloten enkele winkels in de Prakerstrasse en was het bedrijf gegaan en zag hij een opticien zijn bediende wijze de luiken voor het raam te stellen, toen hij bedacht geen binoculen te hebben. Vlug schoot het door hem heen dat de vierde rang, waar hij al eens achter gezeten had, toch wel ver van het toneel was verwijderd en dat een toneelkijker wel van dienst zou zijn. Toen bedacht hij. Dat hij een goedkope dag had gehad en dat zijn plaats maar drie mark kostte. En toen nu zijn oog bij toeval het uitspiedende van de opticien ontmoette, wenkte hij hem als bij ingeving, verhaastte zijn pas en riep nog op het trottoir: trot trot Is de zaak al gesloten of kan ik nog een toneelkijker kopen? Goedmoedig grijnzend knikte de lange, magere opticien van ja en Noden binnen, in de halfgeduisterde winkel. En nauwelijks was de toerist binnen of het doorflitste hem dat hij verkeerd deed en beter zou doen de winkel te verlaten, omdat het gezicht van die winkelier een onbehagelijke vogeltronie geleek. Maar deze flits was zo snel, ongemotiveerd en vaag, dat het geen logisch bewustzijn werd. En daarom bleef de jonge man en hernam: Dan, dan zou ik gaarne een, een toneelkijker willen hebben. Een eenvoudige, niet te duur. De opticien toonde er enige en wees prijzend de fabrieksnaam der glazen. Deze is zo klein, meende schuchter het jong mens, dat zelf klein en tenger van grote afmetingen voor gebruikszaken hield. Onbewust menende te imponeren door een grote zakdoek of handschoen die hem te wijd waren. Neemt u dan deze, prees de winkelier aan. Dat is meer een kijker voor wetrennen, lachte de toerist. Hij is wat zwaar ook. Hij keek er even door, draaiend tot de glazen gericht waren. Hij zag er heel duidelijk door in de straat. Het bevalt me wel, zei de toerist. Hoeveel kost deze kijker? De prijs viel niet mee. Kocht hij de kijker, dan had hij een dure dag. Maar hoe helder bracht deze glazen niet het straatperspectief hem voor ogen? Nu goed dan, zei de toerist, ik neem deze kijker. Hij betaalde en ging met de kijker in de etui. En nu moest hij zich haasten. Plotseling bedacht hij dat hij dat vogelgezicht van die opticien werkelijk onbehagelijk had gevonden. Maar zette die dwaze afkeer van zich. Wel meer had hij die vreemde antipathieën, sympathieën ook. En ze maakten soms het gewone leven wel lastig. Nu repte hij zich. Daar was de opera. Daar stroomde reeds het zwart gesilhouetteerde publiek over het avondplein. De wijde verlichte ingangen binnen. Nerveus, hoewel hij wist dat hij niet te laat was, repte hij zich. Hij wipte luchtig de vele trappen op tussen het moeizaam stijgen der anderen en vond spoedig zijn plaats op de eerste rij en zette zich in blij vooruitzicht muziek te genieten. Hij nam de binokkelen uit de etui en plaatste beide voor zich op de brede rigel. Naast hem, links en rechts, achter hem werden de plaatsen snel ingenomen. Het liep vol als steeds. Beneden ook vulden zich de rangen der loges, de zaal. Plotseling bedacht de jonge man dat de binokkel kon vallen. In de nu donker geschemerde zaal en nam op de knieën de kijker. De voorstelling begon in vrome aandacht en wijding om Wagner. In de grote, volle zaal was behalve der muziek immense vergolving nauwelijks geluid en beweging, nauwelijks een kuch, een hand die een kijker beurde. Ook de jonge toerist richtte zijn kijker om Sigmund, wiens stem zalig doortrilde nader tot zijn blik te brengen. Plotseling, door zijn genot heen, flitste het door hem dat de zaal van daarbovenaf beschouwd als een afgrond was en de kijker zwaar. En op hetzelfde ogenblik waaide verderaf een programma naar beneden. Het leidde hem af. Hij zag het programma fladderdalen en neerkomen op het grijze gekapte hoofd een der dame, wier hand het programma als een vogel nu greep. Naast die dame zat een heer met blinkend kale scheel. Maar Sieglinde bekoorde weer de aandacht van de jonge toerist. De witte blonde Germane dochter boeide hem en nam geheel zijne zich overgevende ziel gevangen in tover van zang. Aandoenlijk poëtisch vond hij haar met Sigmoed samen in Hoendingshut. Zwaar woog hem de kijker op de knie. Weer zette hij de binokkel op de richel. Waarboven als een dubbel torentje de zwarte kijker uitstak. Hij stond en stond daar toch veilig genoeg. Toen, bijna in humoristisch bedenken, de jonge man vooroverboog. om te zien wie juist beneden hem in die zaal zat. En op wie de kijker wel neer zou komen, mocht hij vallen. Het was bijna een ondeugende nieuwsgierigheid, wellende om de snelle bedenking van een bijna niet mogelijke mogelijkheid want nu hij eraan gedacht had dat de kijker kon vallen, zou de kijker immers niet vallen. Hij zag niet duidelijk wie er daar zaten, vlak loodrecht onder hem. De zaal was er zeer verdonkerd, maar juist om dat donker, waarin de omtrekken der toehoorders doezelden, zag hij weer duidelijker ginds de reeds opgemerkte duivengrijze dame die het fladderende programma gegrepen had en de naast haar gezeten kaalschedelige heer, die schedel glom. Tussen de duizenden dicht naast elkaar gezetene aandachtvolle silhouetten en gekapte vrouwenhoofden en ook wel kaalhoofdige mannenkoppen glom daar die vers schedel. Hij glom zowat op drie kwart van de hellende afstand tussen de vierde rang en lager toneel. Hij glom rond als een obsiderende volle maan verzonken tussen alle die onduisterde gedaantes. Vrome achterkoppen en roerloze ruggen van aandacht. Hij glom als een doelpunt, als een doelwit. Hij glom wit, hij blonk. De jonge toerist ergerde zich om zijn vreemde, hemzelf lastige afgetrokkenheid en dwong zich zijn aandacht aan Hoending te schenken. Hij genoot daarna zeer van het Liebeslied, van die glanzende tenorstem die zong van liefde en binnenstromende lente. Maar de blinkende bol daarginds kon hij niet meer vergeten en zich niet meer. Onzienbaar maken. Telkens schuinde zijn afgeleide blik naar die schedel, die in de schemering der zaal scheen te glanzen, nu als een immense boyardbal. Een beweging van ongeduld en ergernis om zichzelf schokte de jonge man, en tegelijkertijd greep hij de binocle in snelle angst dat het ding vallen zou. En die binocle viel niet, en de handen van de jonge man omklemde de kijker steviger dan nodig was, en richtte hem op Siedemoen. En ziek En toen was het of hij zich niet zou kunnen bedwingen, of iets hem krachtig imperatief dwong de kijker te slingeren, hoog door de afgrond der zaal, mikkende op die lokkende bol, die reuze billiardbal, dat blinkende doelwit, daar gins in de diepte op drie kwart afstand van de helling tussen hem en het toneel. In hevige reactie van deerstreving wierp hij zich achterover en wist de kijker, bevende, nog neer te zetten. Het was Bijna te veel voor hem dat te doen. Toen drukte hij zich de armen tegen het lijf. En om de kijker niet te grijpen en niet te slingeren naar het ronde doel dat daar blonk, zijn buurvrouw zag hem snel aan van terzijde. Haar beweging scheen een moederlijke redding. Ik vraag u pardon, murmelde hij, bleek en half gek. Ik, ik voel me niet wel, ik voel me heel ziek. Als ik u even storen mag, zou ik weg willen gaan. Het was op het einde der eerste acte. Hij stond op, bevende, maar geruisloos. Slipte hij langs de knieën der vijf, zes personen die hem scheidden van de hoek der rij. U vergeet uw binocle, fluisterde nog de buurvrouw. Laat maar, mevrouw, ik kom straks terug, hoop ik. Hij strompelde een paar treden op en af. en werd met boze stem sst gesist. Toen schoof het gordijn dicht, lichtte de zaal op. Klonk er applaus. Opzettelijk had hij de binokkel daar gelaten. Bang voor dat ding. En nu, in de pauze, herwon hij zich. <laughs> Hoe dwaas was hij toch geweest? In de nu lichte zaal kwam hem de obsessie van zo even voor als een zotheid. Als een flauwiteit. Aan die ongemotiveerde drang hij immers nooit had toegegeven. Hij was toch niet gek? Om zijn binokkel de zaal in te slingeren. Kom, hij zou die dolle ingeving nu te boven komen. En met niet meer dan een heel klein beetje wilskracht en redelijkheid. En hij had honger en ging aan het buffet een broodje eten met een glas bier. Dat zou hem bedaren na die malligheid van zo even. Toen de tweede acte begon, toen de zaal duisterde, meende hij echter. Wat hem doorschokt had, was een soort diepteduizeling geweest, wat de Fransen noemen vertige de labime. Al had hij geen drang meer gevoeld zichzelf neer te storten. Hij deed misschien beter niet meer zo vooraan op de eerste rij, zo hoog boven die afgrond der zaal te gaan zitten. Nee, hij deed beter hier achter in de doorgang te blijven staan. Want al was die obsessie malligheid geweest, ze mocht hem ginds op die plaats weer opnieuw overvallen en zo zou zijn genot in de muziek niet onverdeeld zijn. Hij bleef staan. Gints bleef zijn plaats onbezet en de twee torentjes van zijn zwarte kijker verhieven zich sarcastisch, maar ongevaarlijk, op de brede richel voor zijn lege stoel. Maar als hij zich rekte op zijn tenen, kon hij in de zaal nog juist die blanke schedelbol zien die als doelwit blonk. Hij haalde geërgerd de schouders op, smakte met zijn tong zijn ergernis weg, luisterde toen aandachtig naar Brunhilde's juichkreten bovenop de rots waar ze verschenen was, en werd kalmer en genoot. De voyaetsauber overweldigde, overweldigde hem heerlijk en zijn zuiver genot bracht hem geheel in evenwicht. En toch meende hij toen de opera uit was nooit meer op de eerste rij van de vierde rang plaats te nemen. In alle gevallen nooit meer met zo'n grote kijker voor zich en tevens de kijker die hem in handen zo vreemd ge gewogen had en hem misschien met de diepte samen en om dat dwaze doelwit, Dagins, die dolle obsessie had ingegeven, niet mee te nemen. Hem daar te laten staan, met zijn twee zwarte torentjes, op de brede richel, tegen de eilte van beneden en overal leegvloeiende zaal. En toen vluchtte hij, als de trappen af, bang dat iemand hem na zou roepen dat hij zijn binocule vergat. Het was toen na vijf jaren. Hij was wel geslaagd in zijn carrière. Hij was getrouwd, hij had kleine reisjes gedaan, des zomers, des winters, voor zijn werk en voor, voor zijn vakantie. Hij was niet meer in Dresden geweest. Maar dit jaar kwam hij er toevallig. In de vroege herfst was de parken er staan in goudbladeren dos. De affiches der opera kondigden een serie voorstellingen aan van Den Ring des Nibelungen. Die avond gaf men de walkure. Hij herinnerde zich de mooie voorstelling van vijf jaren her. De herinnering aan zijn obsessie was in hem verflauwd tot niet meer dan de vaagste heugnis aan duizeling om diepte. Maar waarom hij sedert wel eens geglimlacht had en de hout schouders opgehaald. Zeker, hij zou de walkuren die avond weer gaan horen. Maar aan de kas zei men hem dat de zaal was uitverkocht. Het speet hem. Hij wende zich af. Toen juist iemand naderde en de bureau meedeelde dat hij zijn plaats, besproken op de eerste rij, vierde rang, die avond beschikbaar stelde. Hij was verhinderd te komen. Gretig nam de jongeman de plaats over en vroeg zich af waar hij dit onbehagelijke vogelgezicht meer had gezien. Kom, het was wel weer de eerste rij van die hoge vierde rang, maar nu zou hij niet meer duizelig worden en zich door geen dwaze inval van streek laten brengen. Trouwens. Hij zou geen binokkel zelfs meenemen. Hij had er geen bij zich. En er een kopen? Zou hij niet. Hij ging die avond wat laat. De zaal was reeds duister en vol. De muziek was begonnen. Hij aarzelde de toehoorders op zijn draai te storen. Maar de Ouvreuse meende dat hij zijn plaats. langs slechts vier toehoorders. nog heel goed bereiken kon. Hij schuifelde dus voort langs hun knieën. verontschuldiging mompelend. en zette zich. Toen de Ouvreuse zich fluisterend tot hem boog. En een grote binokler vroeg: wilt u misschien een kijker huren? Voor één mark? Hij meende sarcasme in haar stem te horen, schrikte en keek naar die kijker die ze hem aanbood. Het was zijn kijker van vijf jaar her, hier gelaten, nooit gereclameerd, niet naar het politiebureau gebracht en steeds door de oefreuzen verhuurd, zo hard dit lukte. Het was zijn kijker. Voor hij had kunnen weigeren, had hij onweerstaanbare dingen gegrepen. Boze stemmen riepen, scht. En reeds trok zich de oefreuze terug, en denkende dat hij straks wel betalen zou. Toen gebeurde het dat midden van Siekmoets en Sieklinders duo, boven op de eerste rij van de vierde rang, iemand zich schreeuwend wrong. Of een aanval van vallende ziekte hem overviel. Of hij worstelde met een macht sterker dan hij. En door de uit haar vrome aandacht opgeschrikte zaal slingerde een hand. Een zwaar voorwerp de ruimte door dat als een steen met een ronde bocht stortte in de afgrond. En brulde beneden, waar naast de duivegrijze dame een kaalschedelige heer zat. Een ander, een, schoon nooit gemikt of opgemerkt, noodlottig getroffenen zijn leven uit terwijl de hersens spatten.